Alors, nous sommes arrivés en Angleterre après une demi-heure de train et ça faisait trop peur. Et quelles sont tes impressions de l'Angleterre? Waouh, il pleut. C'est magnifique. Elle m'a fini avant de Engeland. Ignore, il veut un reportage à tous. Engeland, stoppy. Super luck, voor mijn maatschappij. Alors, ça fait très longtemps qu'on est dans le bus parce que c'est déjà genre la troisième fois qu'on passe dans le même endroit, Anna. Elle est très heureuse. Rien que t'es heureuse. Dis comme t'es. Elle a beaucoup râlé, mais c'est normal. Elle a raison, hein. Ah, on se finit de lire. Au revoir. De ah, oh, c'est un film. C'est un reportage qui a un montage. Oh, dat is keileuk. Ik vind het heel. Au revoir. Donc on est sur le bateau et il fait froid et mes yeux pleurent, regardez. Et ouais, regardez, ouais, c'est très beau. Alors, wat vind je ervan? Zeer prachtig, dus ik heb een kleur in Nederland en wow, mijn haar ziet er echt goed uit. Nous sommes... Nous sommes dans le bateau et c'est génial. Kijk eens, ik ben café. Kijk eens, ik heb een montaigne. Ah! Ah! Allez, zeg dag. You. Kevin, regarde ce marrant. We zitten in Camden Town en we zijn boyfriend aan het zingen. En Kester heeft net haar trui, die is blij. En die kook en Anna gaat haar trui halen. Anna, impression? Ah. Ze is blij hoor. Ik ben kijken met jou. Samen, we hebben net free food, dankzij mij. Want ik zei zo, heb je gratis dingen? En hij zei zo, nee. En dan zei ik zo, ja, maar ze trui ik. En zo, oké, je mag de mijne proeven. Het is... Jij laat het er echt niet zo trillen. En we zijn moe. En ik heb nerveus te lachen. En ze zijn heel gelukkig. Een klein beetje vertellen over... Zal ik vertellen over... Nee, doe weer zoals je daar straks deed. Ah, oké. Okay. Ik denk niet meer. De mensen hier zijn ook heel gelukkig. Maar ik foto's van mezelf. Ik ben in de Starbucks. En ik heb hiervoor een halve uur genomen ofzo. En free wifi is leuk, bye. Eigenlijk ze willen we wel staan. Ze willen zo naar alles Wat vind je ervan? Fantastisch. Super, wat vind je ervan? Allee, wat vind je van het concert? Ah, kijk hoe. Allee, het is 22 uur en we stappen naar Rotterdam. Hoe voel je je, Godert? Vertel. Awesome. Petite interview. Comment ça va? Hey guys, we're in London. Talk English, please. J'aime pas les turtles. I don't understand. Erwaar. Het is 22 uur 33 en we zijn hier al een tijdje. Vertel. Kester, how do you feel? Well, no. Iedereen is heel happy. Ik ben een reportage aan het doen. Bye. 9 uur. Het is 9:52 en we zijn op de Millennium Bridge. Yeah. Het is best wel mooi, het is echt lekker warm weer. Het is zeer mooi. Hoe voel je je, Kester? Ik voel me eigenlijk keigoed. En het is kei weer. Ik doe ik me voel. Oké, zeg maar. Toppie! En jij, hoe voel je? Toppie, man. Fine. Fine. Dus vandaag begint de dag echt heel mooi. We zijn heel schön. Die zijn heel gelukkig. Geef wel een kusje. Ciao. Erwaar. Ze lijkt een beetje op een heks. Built very much as it was then. Fast forward to the second Elizabethan age. And this is a rundown of the depressed area of London. Ja. We gaan bijna eten. Hoe vind je dat? Leuk. Het is keileuk. Ja, er is een coole meneer daar. Ja, en het is gedaan. Applaus. Oh, hij gaat iets doen. We zijn gehaast. Ja. Allee. Kusje, bye. Er is een eekhoorntje, die is kei schattig. Kevster, ik ga kot. Oh, kijk hoe schattig. Ik heb weer in een boekentas, maar dat is te ver. Que pense-tu de ce moment? Je fais des interviews tout le temps. Allez, parle, sinon c'est pas drôle. Wat een lief beestje. Hier,
45 of zoiets. Ja. Ik kan niet het klok lezen. Oké, we zijn in de area van Buckingham Palace. Oké, klok lezen. Nice. Check, check. Ja. Yeah. Okay. Okay. Dan is ook geen klok lezen. Oké, en Mathilde gaat nu een heliumballon opsnuiven, whatever dat je ook wilt noemen. Hallo, 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 met jullie. Oh my god, hilarious. Echt, Ellie, kom. Talk to me. Maar je moet niet zingen, dat snap ik. Ja, je moet niet zingen. One day when you love, all day will be all big man. Je moet niet zingen, dat snap ik. Wat moet ik zeggen? We zijn in Londen en we maken heel veel plezier. Ik hou van Kipsel. Ik hou van Kipsel, we zijn in Londen, het is niet Ik hou ook van u, Mathilde. Ik hou ook van u. Wat moet ik doen? Moet ik ook iets doen? Wat gaan we zingen? Oké. Hallo, wie gaat het met jou? Oh, maar dat is niet zoveel. Nee, dat is een liedje zingen. Hakuna Matata, waar 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 ben na 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 na. En ik ga het ook doen. Allee, voor de laatste zin, iemand een idee? Geen idee. I'm thinking that I don't know. Ja. 1, 2, 3, 4. Oh nee, het is stop. Het is gedaan. Net als deze video. Net als deze video. Ciao. Bye. Het toch niet uit. Het is 6 uur 6 en we zijn aan het eten. En hoe voel je? Ik ben moe. Hallo. Wow. Wat is jouw gevoel? Steken. Yummy. Er maar. Dus het is 19:20 en we zitten in de dit. En wat komt dit zo? Hoe voel je je? Mogen wij eens? Vertel. Ik voel me in het theater. Vertel. Toi, kom op. Heel goed, ik zit naast Mathilde, hè. Ouais. En dan komt iets zo. Hoe voel je je? Ik heel goed. Oké, dus het is spannend en we gaan meezingen. Het is een interview, vertel eens je leven. Ja, mensen daar. We gaan meezingen. En de popcorn is net gevallen. Aha. Het is 22:30 en we zijn tot de dingen. Hoe voelt je het? Super, hoor je het, mensen? Dat is toch best lekker mooi, hè? Anna! Anna is moe. Ik vond het super mega leuk. Allez, doe-moi ton impression. We will rock you. Ze zegt de moe. Omdat anderen zijn er niet, ik zal ze dan een interview. Bye. We zitten in de kamer. Ah ja, en het is donker. En Inge, hoe voel je je? Goed. Hoe voel je je, Evie? Het is een reportage. Maar weet je, ik heb eigenlijk buikpijn en ik wil slapen. Dus ik ga weg voor die reportage. Iris, hoe voel je je? Fuck you. Yes, ik heb een fuck you. Anna slaapt, ik kan haar niks vragen. Hoe voel je je? Keigoed. Oké. Hoe voel je Tessa? Toppie! Hoe voel je jullie? Happy. Oké, bye. On est dans une sorte de tour. Et Thérèse, regarde ça. Wat doet jij, Mathilde? Wat doet hij? Ik ga die ook filmen. Ziek. Il a le plus chouette travail de la Terre. Il s'amuse trop. Lol, hij mag even rusten. Aan om de duur, gewoon tikken. Hij mag van haar wisselen dat hij geen kramp krijgt. Nee, als hij stapt, moet hij gewoon op zijn andere schouder. C'est cool, hè? Very cool. Het is 22:25 en we hebben geshopt. En het was heel leuk, maar ik ben een beetje moe. Voel je je, Iris? Ik ben kapot, ik ben echt. Nee, ga weg. Bye. Het is 4:20 en we zitten in de bus en het regent. En de Big Ben is daar. En ja, we zeggen dag aan Londen onder de regen. En dus Iris, hoe voel je? Geniet ook van de Big Ben. De Big Ben. Ik voel me blij, ik heb keihard kleren gekocht en het is leuk. Komt het dan? Hoe voel je je? Hoe voel je je? Evie? Evie? Allee, we
wel wel, ik heb veel gekocht. Ik ben nu redelijk niet meer moe omdat ik zoveel geslapen heb. En ik mis mijn mama. Tessa, hoe voel je je? Interview, Tessa. Goed. Interview, hoe voel je je? Goed, alleen mijn stem kwijt. Wilt iemand nog iets vertellen voor de video? Ja, ik heb soja. Sushi aan het eten, gast. Bye! Edwin. Il est 19h28 et on est sous la mer là. Et vous voulez le connaître? Allez, vertel iets! Iedereen praat dans cette première reportage. Hey! Allez, comment tu te sens? Oh my god! Vertel iets, iets! Ma kevis! Iedereen is tof! Il est 8h du soir, c'est la pute tout! Edwin, het is 11:20 en we zijn bijna klaar om uit de bus te gaan. Ben je blij dat je terug thuis gaat? Wat? Interview. Ben je thuis gaat? Ja, ik heb een spelletje aan het spelen. Kijk, bijna thuis. Ik ben content dat je rond chez toi. Ton lit t'a pas trop manqué. Ben je blij dat je terug je papa en mama gaat zien? Ja, want ik ben moe. En Evie, ben je blij dat je hondje terug gaat zien? Super blij, ik mis mijn keihard. En Tessa, heb jij veel mensen gemist? Mijn mama. Wow. Andere mensen zijn niet interessant. Bye. Hello, Brussels. Que je viens trop tard à la maison parce que j'ai un peu la tête en fait. Ah, et ouais, et ça va sûrement être ta dernière vidéo. Je vais faire un montage de malade et c'était chouette. Au revoir.